speciale dag, dames en heren, is Jeraan. Ik ben gisteren dus vergeten naar mijn ouders te gaan, dus welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remes, jawel. Ik ben nu onderweg dus naar mijn werk toe. Ik ben even hier bij de Q8 gestopt. Ik heb hier een Q8 kaartje gekregen. Oh, even mijn piekraan doen. En een heel mooi envelopje, voilà. Q8, ik moet zelfs mijn punten nog gaan registreren. Ik heb problemen met mijn Google Play app, dus waar heb ik daar problemen mee? Dus ja, ik krijg niet meer daarmee online. En ik vind dat heel raar. Omdat van, ik heb een applicatie nodig en ik raak er niet meer aan. Dus wat ga ik straks doen? Al mijn videobestanden, foto's, noem maar op, van mijn gsm afhalen en die dan volledig terug, maar ook echt volledig terug op bedrijfsinstellingen zetten. Dan ben ik ook wel redelijk veel berichten kwijt. Amai. File daar bij de Q8. File. Bestaat er wel een liedje van? Ah ja, samen in de file is gezellig. Dat is wel een heel oud liedje. Echt waar. Moet jullie eens opzoeken op YouTube. En dat die dat bestaan op YouTube. Van lekker samen in de file of zoiets. Allee. Ik ga nu doorrijden naar mijn wijk toe. Het is nu 7:38 en 3 graden en ik zit al in Sint-Truiden. Zo, wat heb je gedaan vandaag met werken? Ik ben stikke pot. Vandaag gaat niet zo'n lange vlog zijn. Omwille van, er staan werkzaamheden gepland hier op mijn camera. Omwille van, ik ga die volledig terug op bedrijfsinstellingen zetten. En dan hopelijk kan ik terug dan op Google Play. Als dat niet is, dan ben ik gejost. Dan moet ik echt naar de Samsung winkel gaan. Want ik doe daar ook mijn bank applicaties en al erbij. Mijn e-mails, Facebook, Discord, noem maar op. Dat doe ik allemaal met mijn gsm. Ja, zo gelijk Discord. Dat zit ik ook wel meestal ook wel op mijn computer. Maar ja, ik moet dan nog eens alles op bedrijfsinstellingen zetten. Dat is heel lang geleden. Maar maar ja, dan gaan we er eens tegenaan. Hè. Nu, eerst wat staat er op het programma nog? Eerst naar mijn ouders rijden. Daarna naar mijn thuis. En ja, Bea komt weer al af. Ja, ik zal met de bus komen. Allee. Ik word zo gelijk, dat is echt zo gelijk na het werk. Gewoon kunnen rusten. Kunnen rusten. Ach ja, maar ja, maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Wat hebben we hier ook gedaan, hier op het werk? Ik heb bussen bestikkerd, meer niet. En dan nog rollen vervangen van de machines. Van de machines, twee machines. Ook de print ingesteld. Noem maar op. Het is weer een proactieve dag. Maar te weinig slaap gehad deze nacht. Omwille van ook van welke kermis. Lichtstoet. Ik had deze morgen geen stem meer. Holy shit. Dat is wel overdag terug verbeterd. Dus morgens vroeg, toen ik ook bij jullie zo aan het dingen was, had ik het ook nog niet. Maar dan begon het. De moeilijkheden. Echt waar. De echt moeilijkheden. Allee. Mensen, ik zie jullie misschien nog straks. Ik ga zo mijn best doen. En ik ben mijn sleutels kwijt. Ah nee, toch niet. Toch. Ah ja, die zit in mijn rugzak.
Nu moet ik nog mijn, mijn rugzak nog van mijn rug doen. En dan pas kan ik aan mijn sleutels. Hoort je het? Voilà. En dan gaat het nu duren voor het op te starten. Dan zal ik eens kijken. Yes, het is eindelijk opgestart. Voilà, nu kan ik eindelijk naar huis. Eerst langs mijn ouders. En dan richting Begonialaan. Begonialaan. Nadat ik, waar ik nog wel redelijk graag ben. Niet super graag, maar wel nog redelijk graag. Want ik heb ook nog altijd leuke geburen, noem maar op. Maar ik ga hier al beëindigen, want ik wil niet echt zo gelijk, zoals alles heb ik gezegd, van een saaie vlog te hebben. Van een autovlog. Dus. Nu nog een keer tuteren. Voilà. Ja. En er is altijd één persoon die over baby is. Van mijn collega's. Daar kan ik nooit meer op zwaaien. Niet waar die al naartoe is, die is wel redelijk vet zijn. En ook, we hebben ook nog een goede wandelaar. Is al op leeftijd, geef ik eerlijk toe. Maar, die wandelt wel van hier, van Begonia, Globachem tot, tot centrum. Oh, die zit hier al, die wandelt ook wel redelijk snel. Allee, voilà. Ik ben hier vertrokken naar mijn ouders en dan naar mijn thuis. Dan ga ik toch wel bijslapen. Misschien tot straks. Yo. Kijk eens, mijn gsm is helemaal op terug op bedrijfsinstellingen gezet. Ik heb ook een livestream gedaan vandaag. Dus een proactieve dag vandaag. Dus een proactieve dag. Daar ben ik blij om. Maar mijn gsm-instellingen zijn nog niet volledig afgerond. Zoals mijn e-mailadressen, dus info, noem maar op. Ga je dat nu menen? Ah, dat is het. Daar zit gewoon Coca-Cola in. Oké. Dus, ja. En één ding ben ik ook wel niet blij om van Bea. Ik ga het eerlijk toegeven, ze eet hier wel, maar ze ruimt niet op. Dus ja. Dat heb ik dan ook wel niet graag, hè. Dus dat ze dan niet opruimen. Even de pleitmat schoonmaken. Dan nog de beschuiten wegsteken. Ja, ten deze moet dat weer allemaal zelf doen, hè. Allemaal. Nu weten jullie waarom dat ik soms zo denk van, waarom nodig ik haar nog uit? Dat ik altijd alles moet opruimen. Ja. Voilà. Ik ga slapen nu. Ik weet het, het is nog vroeg. Maar je ligt zo van wel. Dat heeft me niet doorgedaan, maar het was wel mooi. Ik heb ook gezien dat het bij Wellen leeft. Dat het daar ook de dingen ook helemaal in leeft. En dan, nog iets. Ik heb hier iets gezien. Hè. Kijk, hè. Camera draaien. Ziet daar eens op de grond, man.
Zien jullie dat niet? Oho. Allemaal die stipjes. Dat is allemaal chipsjes. Ja. Ik weet niet of jullie het te goed kunnen zien. Soms kan hij daar wel eens op focussen. Ik ga nu terug de beeld draaien. 3, 2, 1. Oh, hier ben ik weer. Dus jullie hebben het gezien. Het koerke ziet er ook niet meer uit. Jammer genoeg. Oh, dus als jullie chips eten en jullie smodderen hier in het openbaar, ruim het dan ook op het koerken. Koerken is voor iedereen. Niet van deze blok alleen. Hier wonen 6 mensen met mij erbij. Daar wonen 6 mensen. Met een dubbele slaapkamer, soms met 2 daar. Ja. Voilà. Dat zijn er ook allemaal alleenstaande. En daarom hebben ze 2 slaapkamers, hè, mensen. Ah. Voilà. Dus je moet zo denken. Hè. Ik was daar echt heel blij om met 2 slaapkamers. Dus zo gelijk die daar van boven. Ene persoon, ene persoon. Ja, daar achter die deurtje ook ene persoon. Dan gaan we ietsjes verder naar daar. Daar heb je dus ook van boven. Ene persoon wonen, ene persoon, ene persoon. Dus daar wonen ook niemand. Dubbel. Maar die kunnen wel logistes uitnodigen en dan in een tweede slaapkamer laten slapen. Wat ik dus hier in de woonkamer moet laten gebeuren. Ja, shit happens, hè. Hey Google, slaapkamer aan. Hey Google, slaapkamer aan. Dankjewel voor het licht. Dankjewel voor het licht. Dus nu ga ik eerst nog naar het kleine kamertje toe. Dan ga ik nog in een serie kijken hier in bed. En dan ga ik slapen. Dus ik wens iedereen een goede nacht rust toe. Vergeet geen duimpje omhoog. Ah. Ja, ik steek altijd mijn arm uit, hè. Oh, oké. Okay. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Tweede fout. Opnieuw, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video, oh, livestream is. Die deze keer goed aan het openen is. Want ik heb er al 2 gedaan deze week. Ja. Salut.